Waar het gezellig is Omroep Tilburg natuurlijk bij. Hier bij Café De Fijnproever wordt vanavond geleut, getompraat, gesabeld, hoe je het ook maar wilt noemen. Wij van Omroep Tilburg gaan even lekker naar binnen, want het is best fris buiten. En we gaan even een kijkje nemen. Ga mee. En naast mij Jan van Geloven, voorzitter van de jury. Wat gaan we vanavond meemaken hier? Ja, dat is voor jullie net zo groot verrassing als voor ons. We zijn bezig met de voorronde voor het grote letterconcours. Die straks op 1 februari de opperleteraar van Tilburg gaat worden. En die hebben vandaag de voorselectie. En hoeveel deelnemers zijn er vanavond aanwezig? Er zijn 7 deelnemers. Ja, die allemaal een buurt van een 14 minuten moeten doen om de mensen aan het lachen te brengen en een beetje de actualiteit naar voren te laten komen. Van harte welkom. Neemt u plaats. Achterin is nog volop ruimte. Van harte welkom. Ook namens de feestcommissie, van harte welkom. Van harte welkom, van harte welkom, van harte welkom. Ons feest die draagt uitsluitend huispakken van ruikje donders. Met glittertjes en steentjes en pailletjes en ritsjes en satijnen lintjes. Neem ze maar een paar uks aan en er haar in de knot. En als je het wilt weten, ja, bij ons ruikt het ook altijd heel lekker. Want ze zet regelmatig een pannetje mee robijn op. En nou we het toch over ons feest hebben, geruik nooit hoe ik die heb leren kennen. Ik had eerst contact af deze gezet in het Brabants Dagblad met de tekst: man zonder geld zoekt geld zonder vrouw. En ik geen reactie niet, hè. Het liefst zou ik eigenlijk 2 vrouwen tegelijk willen. Ik denk, oh, dat lijkt me toch helemaal geweldig, hè. 1 op de koken en 1 om schoon te maken. Ah, geweldig. Het ermoei, zeg toen maar, kwam daten via zo'n datingbureau. En bij mijn eerste date was ik meteen weer weg. De web was lelijk. Ja, oké, ik weet, iedereen heeft er echt om lelijk te zijn, maar zij maakte er misbruik van. En mijn tweede date, dat was een heel schoon vrouwtje. Ik zei, oh, jij bent het schoonste vrouwtje die ik ooit gezien heb. Ach man, zei ze, geloof alleen met men op bed. Ik zeg, wauw, je bent wel slim ook. Het is een van de 25 evenementen die wij als carnavalstichting organiseren in Tilburg. Eén daarvan is het leuteren. En dit is zeg maar het voorleuteren en het leuteren en het verleuteren organiseren we als carnavalstichting samen met de fanproevers. Bij ons Leon Spijkers. Leon, hoe is het gegaan? Ja, prima. Leuk. Ja. En valt het nou mee om als eerste te gaan? Ja, het valt heel de dag had ik er een beetje moeite mee, maar ja, dan als eerste gaan, dan ben er ook gelijk vanaf. Dan ben je van de zenuwen af, dan kun je een beetje relaxen en een biertje drinken. Dus. Ja, valt het dan niet tegen dat de zaal nog niet opgewarmd is? Nee, ik ben meer met mezelf bezig. Ik hoor de zaal wel, maar als het naar de hand dan komt eigenlijk pas een beetje te kloten hier. Maar na de hand dan heb ik pas in de gaten. Want ik heb er niet echt last van. En dat kletsen, dat Tom praten zeg maar. Duurt dat al wat jaren langer of is het de eerste keer? Het is de 4e keer dat ik meedoe. En ik ben er eigenlijk aangekomen door. Ik was eigenlijk jurylid van de zoon van een collega van mij. En toen die heeft mij zo gek gekregen dat ik ging doen. En ieder jaar een ander typetje? Ieder jaar een ander typetje, ja. En dit jaar als typetje? Ik was Rick de Sauer. Ja, hè. Tot nu toe bevalt het uitstekend. Ik denk dat het een goede generale repetitie is. We praten ook in de periode tussen kerst en oud en nu. Het is een mooie opstart voor carnaval 2014. Dus ik heb heel veel verwachtingen dat uiteindelijk het een fantastisch feest gaat worden op 1 februari het leuteren. Prins Joost de eerste. Joost, hoe is het ermee? Ja, fantastisch hè. Geweldig hier. Het is ook het begin van de avond, maar hoe bevalt het tot nu toe? Ja, geweldig. Ik heb er ongelooflijk, heel veel verwachtingen heb ik. Maar het is weer gewoon volle bak. Iedereen heeft er weer zin in. Ja. En hier draait het ook wel een beetje om. Is dat sauwelen, dat Tom praat, is dat nou echt carnaval voor jou? Ja, dat is echt carnaval. Dat is echt jouw ding? Dat is echt Tilburgs. Oh. En dat is echt heel goed om te zien dat er zoveel creativiteit nog in de stad is. En dat we dit gewoon in ere houden. Dat is gewoon geweldig. En waar komen jou overal tegen? Ja, ja, en er gaan nog wel een paar keer meer gebeuren, denk ik. Waar komen jou volgende week tegen? Volgende week is Blairen, hè? In de 013, dus dat komt helemaal goed. Nieuw pak besteld op de Broekhovense weg. Hé, hey, geen stijl is het, want je stijl is het van het zuiden. Mijn pak had klaar moeten zijn. En wie gooi donders goed? Hé, hey, nou loopt half Tilburg in zo'n piepenpak. Hij denkt er zeker niet dat ik verschut ga lopen, hè.
Hey, en dan mag Clown Kenny hier de zaak een beetje op komen leuken, hè. Ik zie Chef de Bond. Weet jij wel hoe goed ik ben? Nee, dan niet zie ik, maar het mag niks kosten van de penningmeester van de Vijfbruggers. Het wordt dus echt weer zo'n budget optreden. Het kan dus zijn dat het een beetje tegenvalt, maar dat is dan geheel wederzijds. Ik kwam hier aan, jouw verlieshoudje vroeg van, wij vinden hier nou van Café de Vijfbruggers. Ik zie jou buiten gewoon, maar van binnen niet veel bijzonders. En hoewel ik hier heel intelligente mensen voor me heb. Oké. En hoewel ik hier heel intelligente mensen voor me heb, zullen we dus niet veel verder komen dan een beetje onderbroekenlol, hè. Mensen, Circus Fiasco, een vies, vuil, klein, krakemikkig oude circus, noodlijdend, een van die golven in de vangnetten. En als het regent, dat onze pa roept dat de zebra's binnen moeten. Ja, echt noodlijdend, hè? Een hoop schulden. Hé, hey, en dat is nog niet makkelijk, hè? Clown Benny de schuld in de schoenen te schuiven, hè? Omdat ik op de grote voet leef. Wij stonden dus met een circus onder de rand van de afgrond. En als tweede vanavond, heeft dat nou zijn voordelen of zijn nadelen? Het is altijd fijner als iemand voor je is geweest, dan dat je als eerste op moet treden als het ware. En heb je nou nog bepaalde rituelen om je eigen voor te bereiden? Proberen zo rustig mogelijk te zijn. Dat is altijd wel de bedoeling natuurlijk. Het was vooral onderbroeken lollen. Ja. Dat valt er vaak het beste bij de mensen, omdat het snel moet vallen, de grappen. Dus, mensen moeten niet te lang daarover te denken. Is dit nou wel iets wat je lang doet? Ja, je zegt dat meer moet bewegen. Ik doe het vanaf 1994 eigenlijk. Dus ik doe het al langer. En, ik ben begonnen in Esbeek, een klein dorpje, langs een heel vaar beek. En gewoon sinds 3,5 jaar in Tilburg, dus nou doe ik het hier maar eigenlijk. Dus eigenlijk was je eigenlijk als jonger iemand eigenlijk al een grote grappenmaker? Ja, eigenlijk wel. Dus, begin 20 jaar ben ik eigenlijk begonnen met Tom praten. Ja. Wat denk je wat de jury ervan denkt vanavond? Wat denk je wat de jury ervan denkt vanavond? Dat weet ik niet, want ik heb niet specifiek een Tilburgse buurt. En dat wordt vaak meer gewaardeerd dan dat je een algemene buurt hebt. Dus, maar je speelt meer voor het publiek, voor mijn gevoel, als dat je voor een jury speelt. En denk je dat je het publiek wel mee had vanavond? Ja, ik denk het wel. Mocht niet klagen? Nee, ik mocht niet klagen.